Ja, maar ik denk dat het systeem van de gasboetes zo moet uitgewerkt worden door de gemeente dat er eigenlijk geen gasboetes worden uitgeleend. Hè. De beste gasboete is een vermeden gasboete, denk ik. En het is niet omdat een of andere gemeente met een stommiteit begaat door te zeggen dat je niet in een boom mocht klimmen, wat natuurlijk een stommiteit is om dat zo te zijn algemeenheid te stellen, dat meteen heel het systeem weg is. Het is ook niet omdat je één keer te warme soep drinkt dat je voor de rest van je leven geen soep meer gaat drinken. Hè. Laat dan de soep wat afkoelen. En dat is natuurlijk een beetje de ziekte van de tijd. De uitzondering wordt snel al gepresenteerd als de regel. Hè. En ik weet ook wel dat we in een samenleving leven waar er, dat heeft in alles, hè, een toch wat iets groter onverdraagzaamheid is. En dan stel ik me ook soms wel de vraag, hoe ongelukkig moet je als volwassenen zijn als je het geluk van spelende kinderen niet kunt aanhoren. Hè. Dat is wel een probleem in de samenleving. Maar ik wil daar heel duidelijk in zijn, jongeren moeten de ruimte krijgen, ook in de publieke ruimte, om jong te zijn. Eigenlijk komt het toch allemaal neer op gezond verstand gebruiken. Het is toch ook niet, als je een fiscale regelgeving hebt of een andere regelgeving, waar soms ook aberraties in gebeuren, dan schaf je toch heel de regelen. Dan zeg je toch ook niet, je moet geen belastingen meer gaan betalen. Ik denk trouwens ook dat we veel meer opvoedingsondersteuning aan ouders moeten geven. Hè. Maar is het toch belangrijk, denk ik, dat je ouders op die verantwoordelijkheid wijst en ze prikkelt en als er een probleem is, dat bemiddeling. Dus voor mij is dat het belangrijkste, het luik ervoor. En dat je niet een ambtenaar hebt die zegt, ga ik eens overal boetes beginnen uit te delen. Hè. Je kan er niet omheen dat in die stedelijke omgevingen jongeren van 14 jaar zijn die zich gedragen als semi-volwassenen of zelf als volwassenen. Daar kan je niet omheen. Niet alle jongeren, maar er zijn er wel. En die jongeren, vaak, niet altijd, want daar moet je ook mee oppassen, hebben die toch familiale moeilijkheden of ouders die niet betrokken zijn of andere problemen. En is het belangrijk dat de samenleving aan die jongeren het signaal geeft van we care. Hè? Jij bestaat ook voor ons. Nogmaals, ik ga ervan uit dat de overgrote meerderheid van die jongeren gewoon geen probleem is. Dat zijn geen bandende tijdbommen. Hè? Bepaalde contexten kan rondhangen de jongeren een probleem zijn. Een probleem van toegankelijkheid van publieke ruimte voor andere mensen. En dan moet je daartegen kunnen optreden. Maar het is niet omdat je jongeren op een publieke ruimte staat, dat per definitie een probleem moet zijn.